Hoi, ik ben Bo en deze keer blikken we terug op de maand maart. Welkom bij een nieuwe Excelsior Foundation Monday. Wauw, wat was een toffe opening van de Excelsior Jongeren. Samen met wethouders, partners, deelnemers en buurtbewoners werd de locatie in het hart van de wijk geopend. De kinderen van Playing for Success gingen op bezoek bij Diergaarde Blijdorp. Dat leverde mooie beelden op. Ook sloten wij Trans 2 op een feestelijke wijze af. Zo sloegen de kinderen hun plankje door en kregen ze een certificaat van deelname. Hello, how are you? At which clubs did you play? I played for Lugano, Juventus, Sion en now Excelsior. Dat is een greep uit vele vragen die aan centrale verdediger Nikita Vlasenko werden gesteld tijdens een Engelstalige persconferentie. De leerlingen van de Excelsior School Ron Kalimavo konden alles vragen aan hem. De vrouwen van talentontwikkeling is topsport waren op bezoek bij Hotel New York. Daar kregen zij van alles te horen over gastvrijheid in de horecabranche. Daarnaast waren de mannen op bedrijfsbezoek bij Mastem. We hebben een nieuw project. Tijdens Community Champions gaan deelnemers van 15 tot en met 27 jaar 16 weken lang werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo werk jij aan je persoonlijke doelen dankzij workshops en evenementen. Maar daarnaast is er ook tijd voor sport. Zo neem je namelijk deel aan een voetbalcompetitie. Het doel is natuurlijk eerste te worden op fair play en sportief gebied. Wil jij meer weten of meedoen? Check dan de website excelsiorfoundation.nl en meld je aan. De maand maart was top. Tot de volgende Monday met ons G-elftal.